Vandaag is het hotdogdag. Dus laten we eens een hotdog tekenen. Doe je mee? Gaan we hotdog tekenen. Ja, vandaag is het hotdog day. Hotdog day. Dan moeten we maar een broodje hotdog tekenen. Dat is een lang kadetje. Zo, en dan moet dan een worst in. Die worst maar zo even tekenen. Die komt er dan aan twee kanten zeg maar een beetje uit. En daar moet saus op. Zo, maar er moeten ook gebakken uitjes op. Zo. En een schijfje augurk. En dat ziet er een beetje hetzelfde uit als een komkommer schijfje, weet je, wat we al eerder hebben getekend. Schijfjes of stukjes ui zo en saus. Er ligt ook nog wat stukjes gebakken ui. Schaduw een beetje aan de onderkant van het broodje. Hier nog een schijfje komkommer zo doen. Zo. En de andere kant van het broodje natuurlijk. Zo. Het worstje mag best wat donker zo. Als je goed ziet dat het een broodje hotdog is. Zo, wat warmte eraf. Met een koud worstje heb je niet zoveel aan natuurlijk. Nou, ik vind het een aardig broodje. Een hotdog broodje zo. Nou, ik denk dat ik zo gewoon lekker tussenmiddag een hotdog ga eten. Ja, het is niet voor niks hotdog day. Dan even kijken of ik daar die nog in huis heb ergens. Ja, en anders moet ik toch eventjes een hotdog gaan halen. Maar volgens mij heb ik nog een pot van die worsten liggen. En ik heb, even kijken of ik nog broodjes heb. Augurkschijfjes heb ik ook. Ik heb ook gebakken uitjes. Dus ja, ik ga denk ik lekker dadelijk een hotdog maken. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.